De Surinaamse Worstelfederatie bereidt zich voor op de nationale kampioenschappen en die zullen in de tweede week van november gehouden worden. We spraken met bestuurslid Donavan Dongo en hij vertelde ons meer over de voorbereidingen van de nationale kampioenschappen. Ik kan niet zeggen dat er een officiële datum is, maar het wordt wel in de maand, ik denk midden november of in het begin van december kan. Tot zover de scholen die ik uit het hoofd zo een beetje ken, is Tatami, Jai Hind als ik het goed heb, scholen van Ikeri. Ik weet dat bij de worstelsport, in de worstelsport, de community, zijn ze heel erg enthousiast, ze vragen constant naar wedstrijden, dus ik weet dat haast alle scholen gaan meedoen. Er is heel veel animo en nu zijn er ook meer deuren geopend voor de worstelaars om naar het buitenland te gaan. En als ze presteren tijdens de wedstrijden, dus tijdens de nationale kampioenschappen en andere wedstrijden, worden ze ook dan gekozen aan de hand van wat, laten we zeggen dat er een wedstrijd is in het buitenland en ze zoeken naar een worstelaar in zo'n gewichtklasse, zo'n leeftijd, dan kunnen we ze daar altijd inzetten. Dus er is heel veel animo in de worstelsport.